Welkom bij een nieuwe video van Wat Eet Je Dan Wel. Vandaag ga ik een nieuwe serie starten hier op YouTube. Die al langer loopt op wateetjedanwel.nl, namelijk Vegan Taste Test. In iedere aflevering ga ik één product, of meerdere producten in dit geval, proberen die vegan zijn. En ik ga je eerlijk vertellen wat ik ervan vind. Dingen als de voedingswaarde, de ingrediënten, ziet het er zo uit als op de verpakking? Hoe smaakt het natuurlijk? Zou ik het nog een keer kopen? Dat soort vragen ga ik allemaal beantwoorden. De producten die ik vandaag ga behandelen zijn van het merk Vega Delights. En de oprichter heeft dit zelf bij mij afgeleverd. Het ligt nog niet in de winkel, dus ik heb een primeur. Ik ben super benieuwd. En de oprichter is zelf al 25 jaar vegetariër en dan heeft een hele mooie missie. Hij wil namelijk de kwaliteit van de vleesvervangers in de supermarkt verbeteren. Ik ga de taste-test beginnen met de plakjesworst, dus die ik niet hoef te bereiden, die je zo uit de verpakking kunt eten. Ik heb twee soorten gekregen, een soort kipfilet en een vegan worst. En ze zijn op basis van vital wheat, en dat is volgens mij tarwegluten. Seitan ook eigenlijk wel, en ja, daar verwacht ik wel veel van, want vleesvervangers met tarwegluten zijn vaak echt heel lekker. En het eerste ingrediënt is in ieder geval niet olie, wat vaak bij vervangers uit de winkel wel zo is, uit de supermarkt. Er zitten heel veel kleine plakjes in de verpakking. Oh, het ruikt heel goed hoor. Het ruikt heel lekker. Ik weet niet, een beetje naar smeerworst van vroeger. Daar was ik vroeger gek op. Daar ruikt het naar. Oké, daar gaan we. Ik ga een plakje proberen. Het is niet zo'n heel dun plakje, want dat heb ik ook gemerkt met vleeswaren uit de supermarkt de laatste tijd. Die zijn op zich wel lekker of zo, maar dan pak je ze vast en dan smelten ze zo wat weg tussen je vingers. Maar dat is hier niet het geval. Je kunt het echt gewoon goed beetpakken. Het is heel stevig. Het is niet... Ja, je kunt het een beetje uit elkaar trekken ook zelfs. Dat kan echt niet met sommige, bijvoorbeeld de plakjes ham van bepaalde merken. Die kun je gewoon niet echt goed vastpakken. En misschien denk je nu wel van ja, tuurlijk Suzanne, je hebt het gekregen. Dus natuurlijk ga je zeggen dat het lekker is. Ik zou het ook echt oprecht zeggen als ik het niet lekker vind. Misschien gaat het ook nog gebeuren bij een van die andere producten. Maar deze vind ik tot nu toe echt al heel goed. Dit is een heel goed begin. En ook hier zitten heel veel plakjes in. Heel veel kleine plakjes, dat wel. Geur is iets minder sterk. Textuur is ook dik in orde. Lijkt eigenlijk op die andere plakjes ook gewoon stevig. Het smelt niet tussen je vingers weg. Daarmee merk je al inderdaad dat het eerste ingrediënt niet van olie of water is. Maar tarwegluten. Heel mild. Maar dan komt ineens die smaak. Ja, lekker. Ja. Ook deze zou ik absoluut kopen. Dit zal denk ik heel lekker zijn op een pistoletje, nou, zoals ook hier afgebeeld staat op de verpakking. Op een pistoletje met sla en met tomaat en zo. Het bevat dus tarwegluten, water, zonnebloemolie, kokosolie. Er zit inderdaad wel veel olie in, maar ja, dat heb je gewoon nodig om deze structuur te krijgen, om worst te krijgen. Maar in ieder geval is het eerste ingrediënt tarwegluten. Er zit verder kardemom in, zout, zwarte peper, specerijen. Erwtenzetmeel en bouillon. Uiteraard allemaal veganistisch. Deze krijg je van mij echt, nou, ik weet natuurlijk niet wat de prijs is. Dus een 10 ga ik niet geven, want ik weet te weinig van de prijs. En de verkrijgbaarheid weet ik ook niet. Maar ik neem aan, stel je voor dat dit bij de Jumbo zou liggen en het zou, ja, ik zou dit zelf misschien wel 2 euro of zo, zou ik er wel over hebben. Dan zou ik dit absoluut kopen. En als dat zo is, geef ik het een 10. Voor nu, omdat ik die informatie niet heb, een 9. Ja. Dit is tot nu toe al heel goed. Oké, ik ga nu naar de keuken, want ik ga nu een aantal, ik ga ze niet allemaal, want weet je wat het is? Ik wil ze allemaal proeven op de camera, maar dan zit ik er gewoon mee dat ik dit allemaal open ga maken. En dat is super zonde, want ja, dit kan je dan niet meer heel lang bewaren. Dus ik ga er een paar kiezen die me het meest aanspreken en die ga ik proberen. Ik ga de braadworst, de reguliere braadworst en de vegan hotdog ham proberen. Ik ben echt benieuwd. Ik heb hier echt zin in. Ik ga gelijk de keuken in. Ik zie je zo. Ik ben er klaar voor. Ik heb hier een pan met water klaarstaan. Die ga ik nu verwarmen en daar ga ik zo meteen deze verpakking helemaal inleggen met de hotdogs. Het staat ook op de verpakking. Verwarm de vegan hotdogs in de verpakking 10 minuten in heet, maar niet kokend water. Dus ik ga eerst zorgen dat het water heet wordt. 10 minuutjes, dus die kan eventjes wachten. En intussen ga ik dus deze vegan braadworsten breiden. Dat gaat als volgt. Verhit olijfolie en bak vervolgens op half hoge stand, tenminste 8 minuten en draai regelmatig om. Oké, de olie is nu warm. Een worstje haal ik eruit, een braadworst. Daar gaan we. Ik ga er 2 in doen. Oh.
ik heb het bereid. Dit zijn de knakworsten. En het toeval wil dat ik vandaag een wit bolletje tegengekomen ben. Een vegan wit bolletje. Daarover zal ik in de beschrijving meer vertellen, maar dat komt natuurlijk heel goed uit. En dit zijn de braadworsten. Die heb ik dus ook bereid. In de pan. En nu de taste test. Echt heel benieuwd. Ik ga beginnen met het broodje knakworst. Nou, dit heb ik dus echt al heel lang niet gegeten. Vegetarische knakworst altijd natuurlijk wel. Toen ik nog vegetariër was. En een wit bolletje. Maar dit als veganist is heel lang geleden. Wauw. Dat is lang geleden. En nu los proberen. Het heeft geen velletje dat knakt, dus het is niet echt een knakworst. Maar hij is heel lekker. Ik hoop zo dat dit in de winkel snel komt, zodat jullie het ook kunnen proeven. Oké, dan de braadworst. Als ik het blind zou proeven, zou ik denk ik niet proeven dat het braadworst is. Meer rookworst. Ik ben heel erg benieuwd wat mijn vriend ervan vindt. Fabien, die is geen vegetariër. Hij eet wel voor het grootste gedeelte vegetariër, maar eet vlees. Dus ja, hij kan wel beter dan ik denk ik zeggen of het op de real thing lijkt. Maar ik ben gewoon überhaupt benieuwd naar zijn mening. Nou, dit is het. Dankjewel. Go your gang. Oeh. En wat is deze? Dat is dus een broodje knakworst. Ja. Vegan. En die? Losse knakworst. Wat hierin zit? Ja. Ja. Dit is de braadworst. Dat is de braadworst. Ja. Ik ben eerst benieuwd in de braadworst. Oh, wauw. Lekker? Oh, wauw. Ja? Heel veel kruiden. Lekker mals. Zou je het nog een keer willen eten? Ja. Oké. Okay. Dat is de knakworst die nu... Lekker met mosterdsaus lopen. Ja. Oh ja. Dat heb ik helemaal niet aan gedacht. Echt heel lekker. Krijg ik dat morgen? Voor mijn lunch? Is goed. Deal? Ja. Tot zover het eerste deel van deze nieuwe serie, de Vegan Taste Test, hier op YouTube. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om deze producten met jullie voor de camera te proberen. En ik zal nog de ingrediënten van de producten die ik heb geprobeerd in de beschrijving plaatsen, zodat je die kunt nalezen. En de andere producten die ik nog niet heb geprobeerd, die ga ik natuurlijk nog wel opeten. Maar dat ga je dan wel zien in de What I Eat in a Day video's hier en op TikTok en op Instagram in de Reels. Dus houd het in de gaten. En trouwens, is er een product die je hebt gezien in de supermarkt waarvan je denkt, ik zou dat wel in de taste test willen zien? Laat het zeker weten hieronder in de comments en dan ga ik er zeker naar kijken. En voor nu zou ik willen zeggen, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven, want dat zou ik onwijs waarderen. En tot de volgende video. Doeg!